In 1968 werd het structuurplan Groot-Soetermeer vastgesteld. Het kleine dorp met 7500 inwoners explodeerde in enkele decennia tijd tot een stad van grote omvang. Uitgangspunt van het structuurplan was een compacte stad, bestaande uit 4 nieuwe woonwijken rond de nog te bouwen nieuw stadscentrum. Het daadwerkelijke begin ligt in Palestijn, waar in maart 1966 de allereerste paal werd geslagen voor de uitbreiding van Zoetermeer. De jaren 60 van de vorige eeuw zijn het tijdperk van de grootschaligheid. Door de nadruk op kwantiteit werd de woningbouw lopende bandwerk, waar steeds dezelfde standaardwoningen afrolden. In Palestijn resulteerde dit in de bouw van langgerekte systeembouwgalerijflats en torenflats van 10 tot wel 20 bouwlagen. Palestijn is genoemd naar het woonhuis van de ambachtsheer, Huis de Palestijn. Het stedenbouwkundige uitgangspunt voor de nieuwe wijk Palestijn was hoogbouw aan de noordkant en laagbouw aan de zuidkant als overgang naar het oude dorp. Door de laagbouw vanuit het zuiden en de hoogbouw vanuit het noorden te ontsluiten, is er in het groene middengebied met de scholen en speelvoorzieningen geen doorgaand autoverkeer. Langgerekte en gedeeltelijk geknikte galerijflats fungeren als scherm voor de laagbouw erachter. Als extra accent werden 4 torenflats van 20 lagen toegevoegd die als oriëntatiepunt binnen en buiten de wijk fungeren. Midden in de wijk, als scheiding tussen de hoogbouw en de laagbouw, ligt een groene zone met scholen en speelvoorzieningen. Door het gebied loopt een singel. De laagbouw bestaat voor het grootste gedeelte uit geschakelde tweelaags woonhuizen met kap. Zij zijn in een stempelpatroon van lange rijen evenwijdig of haaks op elkaar gesitueerde blokken gebouwd, waarbij open en half open bouwblokken elkaar afwisselen. De half open bouwblokken worden op een van de korte zijden afgesloten door garages, zodat er een U-vorm ontstaat. De aanleg is traditioneel met de voorgevel aan de straat en de tuinen aan de achterzijde. Ook in de traditionele gezinswoningen met kap is standaardisering van de bouwmethode toegepast, hetgeen een inwisselbare architectuur heeft opgeleverd. Langs de randen van de historische dijken zijn de verkavelingen en de bebouwing anders. De groepering is losser en de traditionele kappen worden afgewisseld met platte daken. Een eenheid hierbinnen vormen de woningen aan de Van der Werfstraat die rond een pleintje zijn gesitueerd. Doordat de woningen ten opzichte van elkaar verspringen, is daar een open en levendige structuur ontstaan. Tot 1978 had je in Palestijn de keuze uit 2 smaken. Of je woont in hoogbouw, of je woont op de begane grond. Een ontwerp van architect W. Davidsen uit Den Haag bracht daar in 1978 aan het Douzapad verandering in. Hier werden 26 terraswoningen gebouwd. De verspringende bouwvolumes staan in contrast met de strenge massaliteit van de flats uit de jaren 60 en tonen de omslag naar het kleinschalige bouwen in de jaren 70. Aan het begin van de 21ste eeuw breekt het inzicht door dat de wijk niet meer in alle opzichten aan de wensen voldoet. Andere leefvormen, meer behoefte aan koopwoningen, als saai en monotoon ervaren bebouwing en een gewijzigde bevolkingsopbouw zijn factoren waarom de wijk niet meer aantrekkelijk wordt gevonden. De oplossing is herstructurering of herontwikkeling. Wie nog wat van het oude Palestijn wil terugzien, moet niet te lang wachten met een bezoek. De langgerekte geknikte galerijflats verdwijnen in snel tempo. Ervoor in de plaats
komt energiezuinige laagbouw. Ook de openbare ruimte wordt heringericht.